komen vanzelf in dit gesprek, maar dat is geen aankoop, op Per Schuurs terecht natuurlijk. Mm-hmm. Dat wat mij betreft de revelatie, en daar ben ik ook niet alleen in. En jij had, jij tipte hem ook nog op Twitter, hè, geloof ik. Gelopen zomer werd de 17-jarige Limburger zelfs benoemd tot aanvoerder van Fortuna. Hoe trots ben je om de aanvoersband te dragen van dit Fortuna? Natuurlijk heel trots, het gaat goed dit jaar en we zijn een hecht team. En ik ben trots op het team, op het bestuur, op iedereen, supporters, trainer vooral. En natuurlijk is het fantastisch om daar aanvoerder van te zijn. Daar is toch de man waar het de laatste weken om gaat, Per Schuurs, die hier op prachtige wijze Kostas Lamproe weet te verslaan en zodoende iets weet terug te doen voor de Fortunezen. Natuurlijk ben ik trots op het team hoe we de tweede helft gevochten hebben, maar ik denk dat je... Als je de eerste half uur niet goed speelt, dat je ook hier niet kan winnen. Ja, Fortuna maakte dus 5 goals, onder meer 2 van Semedo en 2 van Dianessi. Maar deze 4-1 van Per Schuurs, ja, dat was helemaal een mooie. Ja, de 17-jarige aanvoerder. En ik bedoel, ik heb Liverpool gezien van het weekend. Daar zou deze jongen absoluut niet in misstaan. En ja, ze hebben natuurlijk eerder interesse in hem getoond. Per Schuurs, hij scoorde dus weer. Dat deed hij al 2 keer in 5 wedstrijden voor Fortuna. Ja, dat zijn natuurlijk prima cijfers voor iemand die voornamelijk als verdediger speelt. Maar als ik die goal zag tegen jongen zet, dan vraag ik mezelf echt af, zal die jongen nou ambitie hebben om ooit in de spits te spelen? Wat een goal is dit? Dit is toch niet te geloven? Dit is een vrije trappen-expert. Askowski staat erbij te juichen, maar hij heeft eigenlijk geen idee wat er allemaal gebeurt. Maar voor ons is het ook gewoon fantastisch dat je wint hier bij MVV. En dat je nu nogal zijn eigen handen hebt in de periode. Je had het al over Per Schuurs. Is natuurlijk het wonderkind van Sittard. Wordt begeerd door heel Europa, ja. Natuurlijk. Want hoe trots maakt het jou dat een jongen van 17 sowieso, maar ook een echte Fortuna-jongen, dan al aanvoerder is? Ja, dat is fantastisch. Ja, het vorig seizoen kwam hij natuurlijk al, kwam hij al door. En toen maakte hij ook al heel snel doelpunten. Als je ziet hoe goed hij is geworden, nu al. Ja. Zo sterk, zo rustig, duels winnen, goals maken en dan ook nog overal roepen hoe trots hij erop is om ja, in zijn bij zijn club aanvoerder te zijn. Ja, dat is fantastisch. En iedereen weet ook wel dat het niet heel lang nog gaat duren voordat hij naar een andere club gaat. Dus ja, nu moet je er gewoon van genieten. Maar het is natuurlijk wel heel erg gaaf dat zo'n jongen die over een paar jaar ongetwijfeld op het Nederlandse elftal staat, ja, dat die jongen dan bij ons vandaan komt, dat is heel erg gaaf.